gets caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Tof jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we nog eens lekker leuk Fortnite. Deze game, ik vind hem fantastisch. Jullie kijken hem gewoon graag op YouTube. Jullie video's worden gewoon goed bekeken van Fortnite, dat zeg ik gewoon eerlijk. Daarom weer een nieuwe Fortnite video. Oké, voor de video van vandaag ga ik eens naar een nieuwe plek. Ik zie dat de bus over Pleasant gaat en daar wou ik eigenlijk ook naartoe gaan. Dus ik ga gewoon richting Pleasant, straight eruit springen. Ik weet niet hoeveel mensen er naar hier gaan. Fuck off. Hier zijn heel veel mensen. We zijn genaaid. Dit is mijn huis. Hier gaat niemand oplanden. Hier gaat wel iemand oplanden. Jammer dan. Toch ga ik de loot pakken. Als hier geen chest in zit, ben ik genaaid. Als hier geen chest in zit, ben ik genaaid. Hier zit geen chest in. Ik ben genaaid. Ook geen chest daar. Ook geen chest hier. Ik moet nu een chest hebben. Ik heb een shotgun. Jullie willen niet weten hoe scared ik eigenlijk ben nu. Mensen zitten rond mijn huis. Ik hoorde dat best wel hard. Ja, ik ben genaaid, hè. Oké, nee, ik ben niet genaaid. Ik ben de god in deze game. Ik ben de OG god. Een bush, nice. Oh, daar kan ik ook nog iets leuk mee doen met bushes. Is dat 5 bendetjes? Nice, thank you. Mooie dubbelkill. Nice. Hier zit nog een slachtoffer. Nice. Nice. Oké. We leven nog. Who? I don't know. I really don't even know. Heb ik scheid aan die bandages? Nee, ik ga die bandages nog even bijhouden. Ik heb 4 kills. Ik ben Electrix, ik blijf strijden voor meer kills. Nice. Nog iemand? Let's go! Holy shit. Holy shit. Ik heb wel veel potjes Fortnite gespeeld, maar ik heb nooit in het begin 6 kills in 10 seconden of zo gemaakt. Oké, ja. Misschien in 3 minuten, maar... op zich is dat nog wel heel veel, hoor. Ik heb in mijn eentje like, heel greasy uitgemoord of zo. Het zal niet veel schillen. Er zullen nog wel een paar mensen levend zijn, hoor. Wie wil er nog dood? Kom maar. Kom maar richting de Electrix doodskist. Achter mij. Fuck off! Oh, kut. Ik moet healen. Woo! Nice! Let's go! 7 kills. Oh, geef mij mijn push terug. Dank u wel. Oké. Hier geen chest in. Nope. Oh, de chill potion. Dankjewel, game. Dankjewel dat het huis nog niet geloot is. Eindelijk loot voor mezelf. Eindelijk een huisje voor me fucking zelf. Oké, ik was aan het luisteren, maar ik hoorde niet echt iemand. Oké, nu ben ik weer veel confidenter. Ik weet niet wat dat voor zin is, maar... En ook nog eens een balloon in onze city, denk ik. Nice, nog een chest. Oh my god, een nade launcher. Nice, 100 health, ook nog. Nu worden we geblest. Oh shit. Kon ik wel niet vastzitten? Oké, waar is die balloon? Kom, geef van die balloon. Oké, blijkbaar is die balloon best wel tering ver. Ik weet niet eens waar hem is. We've murdered everybody, nice. Er leven nog maar 30 mensen, het is weer snel gegaan. Hoe lang? Oké, we zijn eigenlijk al 7 minuten bezig, maar dan nog. It's all about the idea. Dat is, kijk, in Fortnite heb je 3 fases. Beginfase, intensief ASF. Oh, nog iemand. Oké, ik vertel jullie zo meteen de volgende
volgende fase na de pauze. Oké, sorry, zo ga ik nu ook weer niet zijn. Weet je wat we dan doen als je muurtjes gaat bouwen? Dan doen we dat! Meetlansjes knallen en dan het tijken. Zo doen we dat, jongens. Zo doen wij dat. Ja. Nice. Met kit, jump pad, al die goede tering shit. Oké. Waar was ik? Met mijn fases. Ja, soms ben ik echt iets te intens. Oeh, shield potion. Oh nee, dat is een trap, laat maar. Oké, dus, mijn fases. Dus, je hebt de beginfase, dat is zo intensief as fuck. Ongeveer de beginfase eindigt ongeveer wanneer er nog 30, 40 mensen over zijn. Dus dat was dat net eigenlijk. Dan heb je de tussenfase, waarbij je eigenlijk zo niemand meer vindt. Je ziet af en toe eens iemand, maar je kunt hem niet schieten, want hij is veel te... Oh, we moeten toch richting hier. Dus je schiet eigenlijk niet op die mensen, want die zijn te ver weg of dit en dat. Oh my god, ik ben gesniped. Ik word fucking sniped. Ik wil nu niet dood zijn door een sniper. Echt niet. Langs waar komt die snipe? Langs hier, denk ik. Oké, dus de beginfase, de middenfase dan heb je, waarbij je elk zo'n amper mensen ziet. Af en toe ziet je wel eens iemand. En dan heb je nog de eindfase, wanneer er zo nog maar 10 mensen over zijn. Maar what the fuck? Langs waar word ik... Dus dan is het zo super spannend. En dan gaat je zo bijna dood de hele tijd. En dan heb je nog ja, de eindfases dus, waarbij je bijna doodgaat. En dan heb je natuurlijk het einde van de game waar het gedaan is. Dus dat zijn de drie fases. Begin, intensief as fuck. Middenfase, saai, doodgaan, zoals nu. Je wordt wel bijna af en toe eens gesniped, maar dat kan erbij natuurlijk, hè, als dat maar is. En dan heb je nog de eindfase waarbij het veel te druk is en je hebt eigenlijk geen goesting meer om te leven, want het is zo druk. Dat zijn ook de fases een beetje. Alles overlopen. Die sniper zit nog in mijn rug. En dat was een bold action. Dat was geen semi. En waar ben ik nu eenmaal goed mee? Dat is met de bolt action. Dus wat wil ik heel graag hebben? Dat is die bolt action sniper van die enemy. Die wil ik eigenlijk echt wel heel graag hebben. Ik moet echt een sniper hebben om te kunnen winnen. Anders ga ik dit nooit winnen, denk ik. Een top 3 finish is ook altijd leuk voor een video. Oh, daar is iemand. Oké, dit is risicovol dat ik er achteraan loop. Maar Lawrence, waarom is dat risicovol? Ja, als je nu ineens achter een bergje zit, maar hij zit er niet hoor. Blijf alsjeblieft stilstaan. Blijf alsjeblieft stilstaan, jongen. Oh, daar is een ballon geland. Oké, dat kan nog wel eens heel goed zijn. Ik ga gewoon nade launches binnen schieten, denk ik. Oké. 3, 2, 1. Oké, zijn shield potion is weg. Doei! Zomaar weglopen, dachten. Maar nu ligt hier nog wel een shield potion, die wil ik wel even terug hebben. Oké, ja, we zitten wel eens best safe, denk ik. We hebben goede shit. Kan altijd beter natuurlijk, maar... Op zich hebben we wel best goede shit. Laten we het daarop houden. Waar ik nu ben, hou ik echt totaal niet van. Ik bedoel, we zijn omgeven door alles. We zitten in het midden in het open. Daar wordt een ding gebuild. Dit is niet zo heel chill. Maar wacht eens. We gaan hier gewoon naartoe. We gaan gewoon risico nemen. Weet jullie mijn vorige video nog? Het liep op de berg altijd goed af. Ik survivede alles. Nou, nu gaat dat waarschijnlijk niet zo zijn, want elke video is natuurlijk anders. Maar toch. Wie niet waagt, wie niet wint. Of hoe dat ding ook gaat. Nu zijn we op enemy territorium. Nee, fuck!
Ik hoorde hem al aankomen, no. Oh my god, waarom altijd deze onzin? 27 health, besef even, als ik hem nog had, ik had al geen health meer. Oh, waarom? Waarom? Hier lag een gouden score, we hadden deze game makkelijk gewonnen. Maakt niet uit, maakt niet uit. Het maakt allemaal niet uit. Soms wint je nu eenmaal niet. Ik kan niet elk potje winnen, ik ben niet die OG god. Ik had toch al veel langer dood moeten zijn, ik overleefde veel te veel. Maar heb je nu genoten van deze Fortnite video, wilt je meer Fortnite? Drop die comments hier beneden. Vond je het een vette video, vond je weet ik veel wat je vond? Drop die hier beneden. En zie ik jullie bij de volgende Fortnite video, waarschijnlijk Fortnite, want ik speel voor de rest toch niks anders meer. Dus laat dat hier beneden weten en zie ik jullie bij de volgende video, guys. Later.